Maar dan zie je dus dat die Kuip ontploffen. Dat blijft altijd iets speciaals. Nou zat jij, begrijp ik, naast Jan-Dirk Stout. Hoe heb je dat ervaren? Wil André Stans het Zoetermeer weten? Nou, ik moet zeggen dat Rijnmond is wel, zeg maar... ja, dat is niet echt, niet echt heel erg voor Feyenoord. Objectief. Zijn die. Ja, die zijn heel objectief. Ja. Die bekijken dat echt vanuit twee partijen, weet je wel. En dan... Jezus, wat zijn die voor Feyenoord, zeg. Ja? Dat is niet normaal, joh. Even kijken hoe dat ging. Ja, dat is niet normaal. Die raken, die worden gek. Kuip kan hem voorzetten. Van Beek komt hem erbij. Daar komt hij! Dat is wel leuk, hoor. Dat is wel leuk. Ze ja, zei... ook... Zat er een dode naast je? Nee, ja, maar ik ga er niet... Dat is niet te geloven, man. Ik ga er niet mee zitten doen, Jan. Nee, maar je gaat toch niet juichen als je op de pestribune zit? Nee, ik zal gaan bletten. Als ze kool maken, ga ik lopen janken. Nee, maar op de pestribune is het not done. Ah, joh, ga er toch uit, joh. Nee, dan zit je, gewoon... Jan Dirk is gewoon voor Feyenoord. Dat mag, toch? Nou, dat mag er niet. Nee, dat mag niet. Nee. Ja, voor Rijnmond wel. Ja, maar dan neem je Rijnmond niet serieus. Nee, maar want een regionale omroep mag best objectief verslag doen, hoor. Ja, en ik vind dat toch kijk een nou beetje... zitten, man. Kijk er zitten. Ja, maar ik moet wel lachen. Ja, ja tuurlijk moet je lachen. Natuurlijk wel. Zie jij hem lachen? Nou, nee, maar ik zo kijk. Zie jij, zie jij hem lachen? Nee, maar zo kijk ik ook naar een wedstrijd. Moet ik dan lachen, hè? Nou, allemaal een nou, echt gezellige nou? Gasten, moet ik zeggen. Dus zit jij in de Kuip altijd te lachen, ja, dan? Natuurlijk. We winnen altijd als je tot te lachen. Ik hou ervan als mensen zeggen dat het goed is als het goed is en slecht is als het slecht is.